Hoi, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Minecraft aflevering. En zoals je ziet op de achtergrond, wat doet de... De villager, de trader, villager, de... Geen idee hoe die heet, maar hij is gewoon even zijn lama's aan het vermoorden. Ik heb überhaupt geen idee hoe die daar überhaupt kan komen. Even kijken of de deuren openstaan. Ik bedoel, hier, de deuren staan gewoon dicht. Dit is trouwens een nieuw huisje voor de mensen die het wat minder goed volgen. Trouwens, dit kan je helemaal niet volgen, want deze heb ik nog helemaal niet online gegooid. Ik heb een nieuw huisje gebouwd. En de villager, kijk of we hem eraf kunnen duwen. Want hij is gewoon zijn lama's aan het killen. Dat mag niet. Hoppakee. En nu leven de lama's nog steeds. Hey, alles voor de lama's. Lama's zijn hartstikke leuke beesten. Maar ik zal even dit huisje laten zien. Ik heb het verder nog niet ingericht. Er moeten even nog wat tafeltjes in. Nog wat stoeletjes. Misschien nog zo'n smitting table. Ga zo maar door. Het dak moet ik nog wel afmaken. Maar ik kan me achter dat het dak verkeerd uitkwam. Dus dat moet ik verder nog even afmaken. Zoals jullie weten, in aflevering 6, als ik het goed heb, heb ik een boerderij gemaakt. Het is niet zo'n standaard rode boerderij die we natuurlijk allemaal kennen met zo'n graantoren. Maar het is best wel een chille boerderij. Ik had hem gezien op YouTube en dacht, hey, ik maak hem gewoon eventjes na in survival. En ja, het ziet er best wel nice uit. Moet ik eten? Nee. Dus dat is super relaxed. Het ziet er wel nu wat chiller uit. Althans, het ziet er wat mooier uit. Het muurtje moet ik nog even verder afmaken. Ik denk dat ik ongeveer wel op de helft ben van de muur. Dus dat gaat lekker makkelijk. Ik bedoel, de muur is niet zo moeilijk. Het is gewoon herhalen, herhalen, herhalen. En dan is hij klaar. Ik heb ook nog verder, ben even verder gegraven. En hier ga ik nog wat maken. Zodat we omhoog kunnen. En als je uiteindelijk omhoog gaat, dan heb je een mooi uitzicht op een dak. Ik had eerst het uitzicht gemaakt. En later had ik dus dat huisje gemaakt. Maar toen kwam ik erachter dat ik dus iets te hoog uitkwam. En nee, ik heb geen koptelefoon. Oh, dit gebeurt zo vaak. Heb ik toortjes? Oké, ik heb wel toortjes. Top, dan kan ik het in ieder geval wel even snel repareren. En dan gaan we even wat eten. Dit gebeurt echt zo vaak. In ieder geval, dat heb ik dus gedaan. Even kijken wat ik nog meer heb gedaan. Kisten, die had ik ook nog niet te laten zien. Deze heb ik natuurlijk vorige aflevering gedaan. Dan kunnen we even lekker allemaal van die sugar canes gaan farmen. En dan kunnen we uiteindelijk lekker wat papier maken. Van papier kunnen we weer traden met villagers. Dus dat is super chill. Hier ga ik een hele grote kisten, geen idee hoe ik het moet noemen, kistenkamer van maken. Ik heb nog wat meer ladder nodig. En van ladder kan je dus item frames maken. En dan heb je dit wat geordener. Dus ik moet even heel veel koetjes, even heel veel eten geven. Zodat ik dus veel ladder heb. En ik heb schildpadden. Ik moet even kijken of die uitgekomen zijn. Dat duurde zo ontzettend lang. Ik dacht, oké, ik ga even die eieren neerzetten. En wachten en wachten. Ik dacht van, nou, ik ga wel wat iets anders doen. Lekker graven, lekker dingetjes doen offline. En toen kwam ik terug. Zijn ze nog steeds niet uitgekomen. Ik zie dat ze nu wel uitgekomen zijn. Volgens mij zit er één zelfs in een boot. Oké, dat wist ik nog niet. Even kijken hoor. Maar het wordt wel mooi, weet je. Je hebt de vuurtoren en heb ik daar zo'n houten boerderij, zeg maar. Dan heb ik nog een huisje. Dus het wordt steeds meer echt een dorpje wat er ook super nice uit gaat zien. Hé, ik heb wel baby schildpadden. Oeh, die schildpadden kunnen er wel overheen. Het hele design was dat ze niet hierop konden, maar blijkbaar kan dat dus wel. Nee, dan moet ik even die dingen even weghalen. Die slabs. Die slabs verpesten het dan. Deze. Ze moeten namelijk hieronder vallen. En als ze hieronder vallen, dan gaat het, dan kan ik dus de, in ieder geval wat ze dus loslaten, kan ik gewoon meenemen. Geen idee hoe het heet. Hup, hup, hup. Want hier konden die volwassen schildpadden niet overheen. Dus dacht van, ik maak het wel wat makkelijker. Maar nu kunnen de kleine schildpadjes er ook overheen. Dat is niet de bedoeling. De kleine schildpadjes moeten juist hun items hier droppen. En dan pakken deze dingen dat op. En dan krijg je hier 3 van die dingetjes. En dan kan je zo'n helm maken. Kijk hem dan lekker chillen, deze schildpad. Kijk hem gaan dan. Ik had toch even een bootje neergelegd. Oh nee, en ik ben geraakt door een pufferfish. Oh, kan dat? Als je in een boot zit, kan je geraakt worden door een pufferfish? Waar zit die dan? Ik heb er echt een stuk of 5 van die pufferfishen in zitten. En ik denk echt dat ik ze ga verwijderen. Hier, daar is een pufferfish. Dat zal wel geweest zijn. Irritante dingen zijn dat. Nou, die schildpadden, die chillen daar lekker. Die laten weer dingen los. Kunnen we uiteindelijk zo'n helmpje gaan maken. Super chill. Even kijken, ik wil vooral, ik ook even naar de villagers toe. Even met de villagers treden en ze even lekker laten breeden. Ik heb heel veel rotten flesh, dus daar moet ik eigenlijk even een kist van maken. Want daar heb ik echt overdoses van. Ik had trouwens nog een cadeautje gekregen. Ik weet niet of ik dat de vorige aflevering had verteld. Volgens mij wel of niet, want er zijn 2 afleveringen verkeerd gegaan vanwege mijn microfoon die kapot was gegaan. Heb ik al de volgende aflevering wel uitgelegd. Maar uiteindelijk hebben we dus veel diamonds gekregen. We hebben uiteindelijk veel emeralds gekregen. Iron is ook een voorraadje van. En gold is nu ook een voorraadje van. Natuurlijk voor de dingen. In ieder geval, dit heb ik allemaal gekregen. En dit had ik nog zelf allemaal. Maar het is misschien even chill om even van deze
nuggets even wat grotere dingen van te maken. Want het neemt ontzettend veel ruimte in beslag. Nou, mag ik er nog in of niet? Hé, ik mag erin. Top, 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 top. Komen we uit? Dan ga erin dan. Uiteindelijk kunnen we dus met al dat goud kunnen we van deze... Is het dit? Nee, dit is een activator. We kunnen dus rails gaan maken, wat je dus power kan geven. Waardoor we dus naar de villagers, zeg maar, zo'n spoor kunnen gaan maken. Dus dat we villagers ook naar ons dorpje mee kunnen nemen. Want eigenlijk het uiteindelijke doel is met de villagers dat ik ze hier heb, in mijn dorpje. En niet daar, echt 1500 blokken verder weg. Maar dan heb ik dus eerst een spoor nodig of een soort van nether portal netwerk. Zodat ik ze gewoon hier mee naartoe kan nemen. Maar dat wordt nog wel een klusje op zich. Ik heb ergens mijn ex neergezet. Ik heb geen idee waar dat is. Kijken of dat deze is. Is deze goed? Efficiëntie? Nee, dat is een efficiëntie 5 of 4. Waar is mijn... Ben ik nou mijn ex kwijt? Oh ja, een paard. Een paard wil ik ook nog gaan fixen. Laten we ons gewoon eerst even een paard fixen. Daarvoor heb ik wat hooi nodig. Of weed nodig. Even kijken, waar ga ik een paard kunnen vinden? Ik zit even na te denken. Deze kaart wil ik trouwens ook gaan maken in het kasteel. Alleen dan dus echt gewoon super groot. In plaats van dit mini dingetje. En ik wil het kaartje ook iets minder gedetailleerd hebben. Want dit is echt een kaartje 1 op 1. Dus dat je een kaart maakt, gaat exploren. Ik wil eigenlijk een kaart maken, dan nog een kaart eroverheen gooien. Zodat die dus 2 keer zo groot is. Voor paarden moet ik denk ik meer die kant op. Dus laten we even kijken of we een paard kunnen vinden. Volgens mij had ik het al laten zien. Maar dit wordt dus het spoor naar het village dorpje. Dit is echt super lang en het moet nog dus verder. Maar gelukkig heb je niet zoveel van het gold nodig. Dat kan je echt om de 6 omwisselen. Dus dat is wel chill. Dus dat ga ik misschien vandaag afmaken of volgende aflevering. Zodat we gewoon die villagers met een boot kunnen ontvoeren. En dan uiteindelijk ze in een, weet ik veel, in een treinwagen lokken of zo. Zoiets moet het gaan worden, want ik weet niet hoe het anders gaat lukken. Hey, een paard. Een bruin paard. Willen wij een bruin paard? Op zich, niet verkeerd. Kom jij eens even bij mij. Volgens mij moet je er gewoon voedsel in douwen. En dan moet je uiteindelijk gewoon weer zo voedsel erin proppen. Hey, en dan zeg je tegen het paard. Ik ga even op jou zitten. Oh, wacht. Zo. En dan gaan we even lekker wachten. En dan gooi je het ons eraf. En dan gaan we er gewoon weer op zitten. Hey. En weer erop. En net zolang dat we inderdaad hartjes krijgen. En dan doen wij zo. Hop. En we hebben een paard. Toppie. Moeten we alleen nog even armor fixen. Ik denk dat ik gewoon even, hoe dat gaat maken, gewoon even diamond armor. Dan is hij ook gewoon lekker super sterk. Het ziet er wel heel nice uit. Zo, moet je even kijken van afstand. Ik bedoel, je bent best wel ver weg. Daar, dat is nog niet eens ingeladen. Wacht, misschien kan ik er gewoon een beetje dichterbij. Een beetje dichterbij. Dan zie je daar gewoon, zeg maar, zo'n boerderij. Dan heb je hier straks een hele grote kasteelmuur. Dan heb je zo'n vuurtoren. Het begint er wel super nice uit te zien. En hier moeten ook wel iets van huisjes gaan komen. Niet al te groot. Een beetje van die villagerhuizen. En dan wordt die super nice. Even kijken. Kijk hoeveel eitjes er nog niet zijn uitgekomen. Kunnen we hier gewoon overheen lopen? Kijk, dat is super chill. Oké, even kijken. Een paarden armor. Waar kunnen we dat in godsnaam vinden? Even kijken. Deze. Alleen dan dus de leuke versie. Dus ik denk gewoon met diamond dit patroon. Denk het wel, toch? Ik bedoel, we hebben genoeg diamond nu. Dus het kan gewoon. Ik heb zo het gevoel dat je het moet vinden. Maar ja, heb ik dat dan nog? Ik denk het niet, hè? De kans is echt heel klein. Volgens mij moet je het zoeken. En kan je het dus niet craften. Hier heb ik ook ladder. Ik heb gewoon een stack ladder. Dat is super chill. Daar kunnen we dus de item frames van maken. Laten we eens even in de belangrijke box gooien. Dat is super chill. Oké, het is misschien even chill om met de villagers te gaan traden. Dat wil ik eigenlijk vorige aflevering doen, maar daar ben ik uiteindelijk niet aan gekomen. En waarmee we dus kunnen traden, volgens mij niet potatoes, dus die moet ik even apart houden. Boekjes kunnen we later gebruiken om dingen te enchanten. Enchanted books dus. Even kijken, waarmee konden we traden? Volgens mij rod en flesh konden we mee traden, dus dat nemen we zeker mee. Doen we even in het doosje. Wortels, maar wortels moet ik even gaan hakken. Wat nog meer? Sticks kon ik ook mee traden. En papier natuurlijk. Oké, laten we even gewoon al die dingen fixen. Even in een box stoppen. Gaan we naar het village dorp. En dan kunnen we dingen traden.
Nou, ik ben weer terug bij het huisje. Ik ben net bij Jay geweest om even wat boekjes te enchanten. Om even mijn pickaxe weer terug te krijgen, want blijkbaar lag daar mijn pickaxe. Ja, ik heb even wat dingetjes gekregen. Die gaan we even wegleggen en dan gaan we even traden met villagers. Ik ben nu opeens weer level 37. Het kostte zoveel levels om dit uiteindelijk te doen. Maar kijk ook wel hoeveel boekjes ik nu uiteindelijk heb. Ik heb lekker wat boekjes. Dit zijn 3 dingetjes. 3. Dit is wel een goed boekje. Volgens mij is het niet heel zeldzaam. Of juist wel zeldzaam dat je 3 effecten erbij krijgt. Dan moeten we deze meenemen. Want hier zit natuurlijk al onze trading staff in. Een paard had ik bij het netherpoortje neergezet. Als ik het goed heb. En dan gaan we richting de villagers. En dat is toch een tocht, jongens. Daarom wil ik echt even zo'n treinbaantje. Want dat is natuurlijk gewoon lekker super snel. Super makkelijk. Kan je hem gewoon even aanzetten. Kan je even een YouTube filmpje ertussendoor kijken. Dat is super nice. Want dit kost toch even moeite om er even met dat paardje weer heen en weer te gaan. Lekker varkentje. En dit is de weg. De eindeloze spoorbaan van Pelle. Aan de ene kant dacht ik echt dat dit echt een onmogelijk project ging worden. Weet je, zo'n super lange spoorweg in survival. Toen dacht ik echt van, ja, dat gaat me natuurlijk nooit lukken. Nou, dit is ook kansloos. Maar het valt best wel mee, want die spoorbaantjes kan je super makkelijk vinden als je aan het minen bent. Dan kom je wel zo'n mijnding tegen en dan kan je gewoon... Dit is echt drama, dit zeg. Come on! Rotbomen. Maar je komt gewoon super makkelijk aan van die mining cart banen en... Uiteindelijk, goud is ook niet super lastig om te vinden. En dan heb je gewoon super snel een grote treinbaan. Of kartbaan, of mijnkartbaan, moet ik wat noemen. Dan gaan we maar gewoon over de bomen heen, want het is een stukje makkelijker. Oké, wacht, hier is lava, dan is het inderdaad recht voor onze neus. Kijk, daar is dat mooie dorpje hoor. Dan gaan we even lekker kijken wat we kunnen krijgen. Of, nou, ik denk dat we niks kunnen krijgen, want ik denk dat we nog even de villagers moeten gaan levelen. Oh, dit is heel fijn. Oh, dit is echt heel fijn. Hallo. Is mijn paard weg? Waar is mijn paard dan? Heb ik een schep bij me? Ja, natuurlijk heb ik een scheppie. Hier was het erin gevallen. Is mijn paard weg? Dan moet je hem volgens mij disconnecten. En daar is mijn paard. Ey. Kom jij eens hier even uit. Woep. En blijf jij eens even lekker staan. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Ik denk dat dit de chillste villagers zijn. Want hier krijg je echt leuke boekjes van. Al zijn dit niet echt hele gekke boekjes. Maar oké, we doen even die torch even weg. De boxen zetten we even naast ons neer. Dan gaan we dit even wisselen. Wat wil jij? Jij bent nog een journeyman en jij... Op zich, lantaarns zijn wat chill. Dus laat ik het daar voor de lantaarns doen. Even hoor. Die. Oh, ik weet wat ik wou doen bij Jay. Ik wou Silk Touch op mijn ex zetten. Ben ik helemaal vergeten ook. Oké, we hebben toch bijna geen papier meer. Jongen, level nou eens een keer. Oké, wat? Doe maar lantaarns. Zoveel mogelijk. Hier, 19 lantaarns. Dan kan ik het niet meer kopen. Maar dan ben je wel volgens mij master, denk ik. Expert. Infinity. Geen idee wat dat doet. Op zich, een kompas is ook wel fijn om te hebben. Laten we een kompasje erbij doen. Groeit die ook weer. Nou, doe maar veel kompasjes erbij. Want dan word je nu een master. Krijg je een boekje erbij? Expert. Tot niet het hoogste. Master. Kijk. Een name tag. Oh, dat is wel leuk. Dan kunnen we honden en zo gaan temen. En dan kunnen we ze gewoon zo'n name tag geven. Oké, ik ben wel blij met jou dat jij een name tag geeft. Maar we hadden nog iemand. Die is daar in het hoekje. Die is nog een journeyman. Even kijken, wat kunnen we doen? Nou, glas heb ik niet nodig. En... Ja, je hebt alleen maar troep. Ik moet eigenlijk even terugkomen met papier. Of ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben veel carrots. En carrots zijn voor de boeren. Jij wou... Kool, daar heb ik dus helemaal niks aan. Jij wou papier voor... Oh ja, deze guy die wou 11 dingen en dat heb ik. Wacht. Oké, we hebben een map. Top, deze gaan we straks even lekker ontdekken. Even kijken, dan hebben we heel veel carrots voor deze gastjes. Yes. Hij is wel master, dus hem hoef ik niet meer te levelen. Waarom ga ik jou dan levelen? Jou moet ik levelen. Oké, carrots. Hebben we nog meer carrots voor de mannetjes?
nog meer carrots? Heb ik niet. Ik heb wel Rollen Flash voor iemand. Dat was voor deze guy. Deze is een apprentice. Volgens mij nog niet eens journeyman. Maar dan ben ik zo. We hebben heel veel Rollen Flash, dus dat komt goed. Deze guy levelt heel slow. Lapisuli of redstone? Ik denk dat Lapisuli chiller is. Jij levelt heel traag. Oké, doe maar ook maar redstone. Niet dat ik het nodig heb. Maar dan word je level up om even te kijken wat je krijgt. Nu word jij journeyman en jij wilt rabbit food. Ik ben nog überhaupt nog niet eens konijnen tegengekomen. En jij geeft glowstone. Daar heb ik dus helemaal niks aan. Ik heb echt alleen maar wat aan deze gastjes. Moet kijken. Oké, smite 3 is niet zo goed. Maar op zich die andere guy, die geeft gewoon name tags. Dat is chill. En infinity, geen idee wat dat is. En lantaarns. En lantaarns is chill. 31 lantaarns. Kijk, dat is top. Laten we dan even de schatkaart gaan exploren. En wij moeten dan... Kijk hoor, die kant op. En het stomme is, ik weet uit mijn hoofd dat de zee heel ver weg is. Dus de kans is ook heel groot dat ik heel ver weg moet gaan lopen. Althans, als het die kant op is, kan het wel even duren. Maar geen idee wat ik zie. Ik zie ook een soort van iglo of zo. Maar waar zoek ik überhaupt naar? Waar is de X? Wel fijn om te weten dat hier moeras is. Want volgens mij krijg je dan hier slimes. Ik had niet verwacht dat ik zo ver moest. Er is eigenlijk nog helemaal niks gebeurd aan de kaart. Ja, ik dacht echt, misschien duurt het 5 minuten, 10 minuten voordat je er bent of zo. Weet je, op de dichtbijzijnse oceaan. Dan kan je een schat zoeken. Nee, dacht het niet. We zijn nu gestrand, want het probleem is nu... Ja, ik kan nu gaan stoppen en zeggen, hey, volgende aflevering gaan we verder. Ja, ik wil het toch even afmaken. Ik wil dat schatje nu toch even hebben. Dus mijn plan... is om een bootje te gaan maken en dan verder te gaan zoeken. Volgens mij kan het paard in de boot houden en dan nemen we gewoon dat paard mee. Maar ik heb eerst even een boot nodig. En daarvoor hebben we hout nodig. Yes. Toppie. En volgens mij kan de paard in de boot. Althans, turtles kunnen in de boot, koeien kunnen in de boot. Paard denk ik ook wel. Als je nou even naar mij komt. Een paard kan niet in de boot. Oké, dan hebben wij een lead en dan kunnen wij... een hekje maken. Dan knallen we gewoon het paard hier neer. Oké, de coördinaten. Die screenshot ik nu eventjes snel. Alt F1. En dan kunnen wij dat paard hier lekker neergooien. En plop, plop. Pakken we de boot. En gaan we lekker naar de andere kant van de Minecraft wereld. Jongen, waar moet ik naartoe voor dat ding? Waar is überhaupt die hele map? Hier, huppakee. Dit gaat nog zo lang duren, jongens. We komen in de buurt. Ik heb alleen echt het gevoel dat deze schat zeg maar al ontdekt is. Maar ik hoop niet dat Minecraft zo werkt. Dat je zeg maar schatten ontdekt en dan schatkaarten koopt. En dat je uiteindelijk achterkomt van hé, deze is al ontdekt. Want volgens mij moet ik dan naar het iglootje. Wat het ook moet voorstellen. Mijn eerste keer schat zoeken. Nou, genieten. Duurt lang dit. Deze kant op. Daar moet het zijn. Zie je dat belichte dingetje? Ik denk dat daar het is. Is dit hem, jongens? Gaat dit hem worden? Is dit het? Moet ik hier naartoe? Moet het hier zijn? Wat is hier? Het ziet er wel fancy uit, hoor. Wacht even. Dit is een... iets waar ik niet op had gehoopt. Ik dacht, dit is een schatkaart. Waar je gewoon... Oh, dit is een heel andere koek, dit. Ik dacht, het is gewoon graven. Kistje opgraven. En we zijn er. Maar dit hele ding wordt bewaakt door die stomme guardians. Oh, ik wist niet dat het zo'n ding was. Want het zit er in het midden dan. Upper guardian of zo? Wat is dit, joh? Ik heb hier toch hele andere... Oh, een beam of zo? Wat is dit? Ik denk dat we dit gewoon lekker in de volgende aflevering moeten doen. Ik ga het even uitzoeken op YouTube. Hoe dit nou in godsnaam moet. Ten eerste, ik kan niet lang onder water ademen. Dat is denk ik wel belangrijk voordat dit kan. Dus laten we dit lekker de volgende afleveringen doen. Ik heb gewoon de kaart, dus we kunnen dit lekker de volgende keer uitzoeken. Maar geen idee wat ik hier kan krijgen. Ik dacht echt, dus een kistje onder zand. Super chill. Krijg ik misschien diamonds of zo? Ik had alleen niet zo'n gigantische tempel verwacht. Wel chill, want dit gaan we lekker de volgende keer uitzoeken. In ieder geval, vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker even te liken en te subscriben. En dan zie ik jou in een nieuwe video. Later.